Jan Lutman, voorzitter van de CDO. Wat gaat hier gebeuren vanavond? Ja, we zijn hier in de Hasselte Kerk. En vanavond gaan wij een jubileum-CD opnemen. Dat wil zeggen de tweede helft van de CD. Want de eerste helft hebben we in oktober vorig jaar al opgenomen. En dus daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. En we kunnen ons vanavond helemaal concentreren op de tweede helft van de CD, waar een 14-koppig orkest een bijdrage levert met trompet en hobo, fluit. Ja, een groot muzikaal feest.